Dezelfde techniek, Ushirogiri. Thank you.
Recentelijk nog heeft opgemeten, maar het is uw onderbeenlengte, dus twee vuisten, dat bepaalt de formatie van de voorste hiel. De vuisten recht naar voren, niet schuin naar voren. Zo wat het beste dit, ja dan is je stand niet zo lang, hè? Voor de voor. En dan opzij. Dat is simpel stress. Maar kijk, ze maken net zo'n groot verschil bijna. Knie boven de vreef. Niet voorbij de vreef, maar boven de vreef. Laat zien dat je niet alleen de trap kan maken, maar dat je dat kunt doen vanuit een houding. Want alleen trap is niet voldoende. Het gaat niet om de trap, het gaat om het totaal plaatje. Of je nou vanuit hier of vanuit hier de techniek maakt, dat maakt niet uit. Laat je stand zien. Blijf je stand. Trap, techniek. Duidelijke stand terug, niet relaxte stand. Dan heb je ook een relaxte uitslag voor het examen.